Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe aflevering van Ronald's Path Minecraft. En jongens, vandaag gaan wij de Nether in en gaan wij een hele hoop met potions brewen. Ik heb al wat uh, aardig wat materiaaltjes hier. Ik heb wat gunpowder, wat redstone, wat gold, wat spider eye, wat melons, wat kool, wat iron en wat zand zodat we ja, lekker bezig kunnen gaan met het brouwen van wat potions. En dat wij vandaag nog hopelijk even wat glowstone kunnen halen. Want dat hebben we ook nodig voor potions. En voor, voor licht natuurlijk in ons uh, Tower of Power ding. Wacht even, ik zal eerst even de sound weer omhoog zetten. Want het was nog van het uh, regen van de vorige aflevering. Oh mijn god, ik heb echt een enorme verkoudheid opgelopen. En alweer, ik word er helemaal niet goed van. Eens even kijken, goed. We gaan maar gewoon bezig vandaag met wat potions. En we zullen uh, wel zien wat er gaat gebeuren. Ik wil eigenlijk wel heel graag met de net erin, jongens. Want, um, uh, nou ja, laat ik het zo. Oh ja, en ik heb slimeballs. Ik dacht al, what the fuck, voor zijn slimeballs gebleven. Want die hebben we nodig voor Fire Resistance Potions. Maar goed, ik wil heel graag binnen de Nether heen. Want, nou ja, ik wil gewoon eens kijken wat daar nog te beleven is voor mij. Want ik heb nog niet zo heel veel geëxplodeerd in de Nether. Ik ken deze wereld waar we nu in zitten ongeveer als mijn broekzak. Behalve de Nether. En bij de kort moeten we ook achter uh, Meuk in die end aan, natuurlijk. Eens even kijken. Zo. Nou, we hebben uh, heel veel Potion Brew Meuk, zeg maar. Even kijken, een hoop wordt daar nog in, dat is wel nice. Even kijken, um, the store, dit is potion, 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 potion. Potion, potion, dus ook allemaal voor de potions. Dus even kijken, dit um, is voor de potions. Daar zitten de potions in, en dit is allemaal voor het maken van die meuk. Even kijken, goed, als het goed is, hadden we al wat awkward potions. Weet je wat? We gaan eerst even zand koken, dat eerst. Even kijken, uh, zo, zo, zo. En dan hebben we dat daarin. Er zit al 10 kool in, dat is nice. Oké, okay, houden we wat kool over voor eventueel torsjes. even kijken, oké, zo, dat daar en dat daar en dat daar en dat, dat, dat. Oké, nou dat maakt genoeg glas. even kijken, dan gaan we alvast eerst even nog wat extra potions broeien met wat. Ehm, dat we awkward potions krijgen. Uh, Kun je niet heel veel potions in één keer doen? Oh nee, ik dacht even dat dat kon, maar dat kan helaas nee, bijna niet. Oké okay, goed, nou moeten we eerst even wat fire resistants gaan maken denk ik. Dat was gold ingot, oh nee, dat was slime ball en blaze powder. En waarom zit dat dan nou zo? Oké okay, goed, uh, blaze powder, oké. Okay. Tenminste, ik dacht dat het zo... Ja, kijk, magma cream en dan doen we nog even dit zo. Nog even één zo'n ding, dan kunnen we een heel uh, potionboer ding met taf maken. Even kijken, zo. Uh, Oké okay dan. Goed, nou, ik ga hem even lekker brouwen. Oké, okay, huppakee, prima. Dan moet dit wel klaar zijn. Wat? Oh mijn god, dat moet natuurlijk eerst gevuld worden met water. Dope. Even kijken, ik kan hier een infinite water source maken. Alleen, dat lijkt me niet handig, want hier zit volgens mij, ge... hier zit volgens mij geen vloer onder. Dus, stoel buiten. <laughs> ik hoorde dat net op portal en ik dacht bij mezelf... Hier zit geen vloer onder. En ja hoor, ik ga het weer eens gelijk. Even kijken, ehm... Um, zien. je Ja, kijk, want hier zit net een portal onder, denk ik. Even kijken, zo. Wel, nu hebben we even Infinite Water Source, nu kunnen we lekker veel... Pak die meteen even twee. Kunnen we meteen lekker veel van die meuk gaan bouwen. Of, uh, brouwen. Niet bouwen, maar brouwen. Even kijken, dik 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 En, eh, uh, dik, dik, dik 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 Kijk eens aan. Helemaal goed. Potion, potion, potion. En dit is klaar als het goed is. Fire resistance. Wat maakt gunpowder ook alweer? Laten we even dat bij Google opzoeken. Um, Minecraft. Uh, gunpowder. Potion. Potion. Wat voor effect heeft dat? Volgens mij maakt dat iets met. Uh, maakt gunpowder niet. Of dus... Nou ja, ik, ik, ik zoek wel even op. Hmm. Gunpowder, in. And can be brewed to make it a splash potion. Oké. Okay. Gunpowder maakt splash potion en wat maakt redstone? Minecraft. Redstone potion. Sorry dat ik dit even moet googlen hoor, maar... Uh, Minecraftopedia. Kom op Google, eens even meewerken. Uh, glowstone. Glowstone. Dat hebben we niet. Nee. Oké, okay, redstone. When you. Ik grease de. Potentie. Oké, okay, het maakt het dus langer. Kijk, wat is Glowstone? Um, glowstone block, recreate, it can also be used to reverse the effect of redstone dust dan de potion. Oké, okay, dus we hebben Splash en, oké, okay, ik snap het. Oké, okay, dus we hebben redstone, ja we hebben redstone nodig, dan krijgen we beter uh, dingen als het goed is. Kijken, uh, dump, 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 redstone erop, hup. Oké, okay, goed. Nou, we zullen zelf wel merken wat dat maakt. Oké, okay, nou moeten we healing potions maken. Um, daarvoor hebben we als het goed is glistering melon nodig. Hoe we glistering melon krijgen, dat is makkelijk. Um, dat gaat volgens mij. Golden nuggets. Even kijken. Uh, 9 is dus prima. Uh, dat hebben we nodig. Eet uh, ik 3. Eet ik 3. Hup. En bam. Oké, okay, goed. Uh, yes. Tenminste, volgens mij ging het zo. Nu. Ik hou Volgens mij moest het in de crafting bench. Dat is nu nieuw. Je moet nou dat hele ding omringen, volgens mij. Ja, zie je? Ik wist het wel. Even kijken. Dus we hebben heel veel van die meuk nodig. God, ik draai dat ding steeds rond. Ik vind dat zo fijn. Even kijken. Uh, zo. Gewoon allemaal golden nuggets. Hup, 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 hup. Kijk, zo maak je nou. Clustering Melon. Uh, Oké, okay, goed. Nou, dat maakt healing potion. Hebben we ook meteen de voorraadje Clustering Melon. Dat is helemaal goed. Oké, okay, uh, kijk. Nu hebben we Fire Resistance 8 minuten. Helemaal goed. Uh, dumpen we dit er nog even in. Doen we nog even net een woordje bij. Zo. Potions brouwen met Ronald. Eens dus even kijken. Goed. Gaat wel lekker zo. Eens dus even kijken. Oké, okay, eh. Uh... Instant healing, oké, okay, nou doen we daar even redstone bij, misschien krijgen we dan instant healing 2 Als het goed is Nee? Gunpowder dan, ik wil dat graag splash hebben Ik wil dat een splash potion Dan kunnen we het sneller gebruiken, dus Gunpowder erbij, oké, okay, is heel goed, waarom hebben we fire resistance? Oh ja, dat is dat hè, fire resistance Oké, okay, doen we gewoon lekker zo eh, uh, mooi, kijk eens aan, dat brood lekker. Even kijken, wat is dit nou? What the fuck? Oh, dit maar. Oh, dat. Oh, dat hebben we toen in een awkward potion gebrouwd. Oké, okay. wat zullen we daarvan maken? Oh, speed potion! Speed potion natuurlijk. Ehm. Um... Even, even snel denken, wat hebben we voor speed potion nodig? Oh, ja, sugar. Sugar, sugar, sugar. Sugar. Ik heb sugar nodig, laat mijn sugar even verzamelen. Pff, waarom ga ik altijd via deze route? Heel handig. Even kijken. Hebben we sugarcane nodig? Kunnen we speed potion maken? En dan hebben we speed potion. Health potion. En. Uh, hoe maak je regen? Is dit niet met een gas tier? Regen? Google, wel even. Uh, Minecraft. Regeneration potion. Here we go. Minecraftpedia. Minecraft wiki of zoiets. Dit space group. Fuck jou. Typisch via. Yeah. Oké, okay, nou. Eh, uh, brouwen. Oké. Okay. Hm? Nou, ja, kom op. Hup. Zet de sokken er eens even in. Spattende dranken wordt het ook wel genoemd. Ehm... Um, potion recipes: uh, Potion of healing: Restore your health. Potion of regen. Fire resistance. Strength. Oh, daar hebben we gewoon blaze powder nodig. Speed, ja. Yeah. Night vision, ja. Yeah. Potion of invisibiliteit, yeah. ja. Splash potion of healing, ja. Yeah. Oké, okay, nou, easy does it. Ik heb zo'n site gevonden dat ik alle potion recipes heb. We hebben dus inderdaad de sugarcane nodig. Dat is goed, ik ga de rest nog niet verzamelen. Dat groeit toch wel weer bij. Nou, we hebben de sugarcane. Ik denk niet dat we vandaag redden met de nette te gaan jongens. Nou ja, weet je wat, we gaan maar gewoon eens even een klein kijkje nemen. Kijken of we iets van glowstone kunnen vinden. Dat we in ieder geval daarmee iets voor de potions kunnen doen, want dat lijkt me wel heel leuk. Nou, eens even zien. Uh, oké, okay, maar je hebt dus alleen blaze powder nodig voor potion of strength, dat is wel nice. Ik ga geen strength potion maken, die heb ik nu nog niet nodig. Die heb ik denk ik nodig voor de oh, wither, want die ga ik ondergrond in de cave system doen. En dan ga ik met mijn diamond sword ga ik erop inhakken. Dus ja, eens even kijken. Oké, okay, uh, dat was die awkward potion. Oké, okay. Bam, oké, okay, dat maakt speed potion. En nu hebben we, kijk, splash potion of instant healing. Wat of ook wel, dat? dat topje is anders naar nou ja, raar. Even kijken, zo, zo, zo. Oké. Okay. Ik uh, zet hier volle Swift swiftness Sprouts op, want die zijn makkelijker te maken. Eens even kijken, oké. Okay. Kijk eens aan. Oh. Volgens mij kun je dat nog upgraden. Redstone erbij pakken. Kan dat. Hé. Hey. Oh ja, dan kun je het langer maken. De domme Ronald. Even kijken, goed. We hebben Sugar Cane. Dus goed. Even kijken. Dit is allemaal opgekookt als het goed is. Kijk eens aan. Dit is ook voor onze uh, netter base trouwens. Uh, dus ik doe dat glas. Even even. even. Waar doet het glas even in uh, Glas kan niet daar wel in min. Dit is nog glas voor bottles trouwens. Even kijken, dit hebben we daar niet. Is niet relevant. Even kijken. Oké, okay, goed. Even kijken. Ja, oké, okay, helemaal goed. Oké, okay. doe even hiervoor en zo. En dan dat en zo. Oké, okay, goed. Nou, we nemen fire resistance mee, we nemen healing en swiftness. Nou, swiftness hebben we niet nodig, dan nemen we gewoon twee healing. Oké, okay, doen we dat even in de inventory. Uh, even eten erbij zo. Kijk, als ik dan... Ik ben bij mijn spellen, dan kan ik zo makkelijk switchen. Doen we eten er ook nog wel even bij zo. Eh, uh, wat hebben we nog meer nodig voor de expeditie? Kijk, dit is fortune, dus dat breekt de glowstone wel even lekker. Uh, oh, cobblestone natuurlijk, voor die healed ghosts. Uh, dat functioneert wel denk ik. Oké, okay, gaan we eens kijken of we iets van klooster kunnen scoren voor uh, uh, misschien wat potionmakerij of nog wel andere meuk of we zien wel. Ta 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 Oké, okay, eens even zien. Uh, goed dan. wel. Ik zie zo 1, 2, 3. Hallo? daarboven is Glowstone. Eens even kijken. Gaan we eens kijken of we daarbij kunnen en uh, zo niet, dan gaan we echt sowieso wel bij komen. Holy shit, geweldig, dank boven lava. Oh nee, net niet, geweldig, mooi. Goed, that's nice. Even kijken, ik heb geen zin om erin te sodemieteren, dus... Ah, nee, fuck it, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oké. Mijn, 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 mijn... Misschien helpt het, omdat ik de fortune op heb. Ik heb werkelijk geen idee, ik denk het wel. Maar dit levert ons wel een lekkere lading met glowstone op. Ik wil trouwens binnenkort. Als ik, als ik een beacon heb wat ik wil, binnenkort achter de wit gaan. Um, dus ik moet binnenkort. Ik ga denk ik. In de volgende aflevering. Ik ga het nu gewoon zeggen. De volgende aflevering. Ik ga weer bezig met het Nether Ford. En. Uh, nou. Ik moet ook nog allemaal binnenkort weer uh, Nether Brick gaan wijden. Dus dan ga ik wel off camera denk ik. Wat zoeken naar wat Witter uh, Skulls. Ik ga sowieso op camera nog wel een episode eraan besteden. Maar niet meer dan één episode. Want. Ik wil uh, mijn episodes zo efficiënt mogelijk gaan besteden de komende tijd. Zodat ik uh, genoeg klaar kreeg. Dus ik zal wel veel werk off-camera gaan doen. En met veel werk off-camera bedoel ik resources verstaan wat ik normaal op camera doe. Uh, ik ga zorgen dat ik sowieso altijd alles klaar heb voor afleveringen. Het klinkt wel gewoon alsof het echt gewoon het al veel eerder had moeten doen. Dat had ik ook moeten doen. Alleen ik ga me er nou echt aan houden. En ik ga proberen zoveel mogelijk gewoon eens Minecraft te uploaden. Dus. Maar ik wil nu eerst even alle glowstone verzamelen. Ik wil het laatste dingetje. Ik weet het, dat dat onder kan die spannen, maar dat gebeurt niet inderdaad in 5 minuten. Dus. dus even kijken. Mooi. Straks wordt hier ook gebouwd. Even kijken. Uh, even kijken. Weet je wat? Ik meen dit alvast ook, maar ik ben er niet zo alright. En dat... Helpt misschien even... Toy. Okay. Net win die... Oké. Kijk eens aan. Ja, dat brengt dus inderdaad wel meer op Eh, ja. uh, Hup. Hup. Niet te laf en chronometer. Alsjeblieft gewoon al doen een lol. Holy shit, die kreeg er nog levels van ook nog. Zo, goede, goeie vangst dit. Zo, de knetter. Wie zegt er nou nog zo de knetter, Ronald? Kom op, hoe een lol. Uh, alle hoepla, oké. Okay. Oké, okay, kijk eens aan. Oké, okay, nou, dit weghalen, want ik heb geen zin in rare structures in mijn netter. Ik heb wel wat te doen. Zo en zo en zo. En dan dit. Nom, nom, nom op de glowstone. Nom, 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 de glowstone. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Holy shit, we hebben echt ook veel nethercords. We hebben meer dan een half stack met nethercords. We hebben gewoon, we kunnen straks. Nee, nah, we kunnen niet echt een stack met glowstone lamps maken. Maar we hebben echt heel veel glowstone, ook voor de potions. Dat is nice. Eh, uh, oh, Max comes, hallo. Eens even kijken, Ziet er nog meer? Ergens Glowstone. Hangt dat boven lava? Dat hangt inderdaad boven lava. Ah hey, kijk, daar is mijn Nether Fort Lolkets. Maar goed, jongens, of is dat een ander? Is dat een ander Nether Fort? Nee, dat kan niet. Dat kan... Nee, het is mijn eigen, daarvoor. Oké. Okay. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Hopelijk abonneren jullie even als jullie meer Ronald's. Minecraft willen zien. Uh, 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 uh. Uh, like de video om nog even als jullie deze leuk vonden. Volg mij nog even op Twitter, ShadowGames23, want daar zie je alle updates over Ronald's. Minecraft. Maar jongens, we hebben echt potions gebrouwen vandaag, de eerste keer in Minecraft. Yes! We hebben netter cords, dat is nice. En we hebben heel veel glowstone. Dat is ook super chill. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En sta ik op peaceful geweldig. Maar goed, bedankt voor het kijken. En dan uh, ging je hoe dat komt eigenlijk. Maar goed, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.